In het Nederlandse voetbal zijn de grote successen de laatste tijd aan ons voorbij gegaan. Ook voor de clubs. Kortom, het Nederlands voetbal kent niet veel spelers die internationaal al werkelijk potten hebben gebroken. En voor sommige spelers is het zelfs nu de laatste kans om ooit bij een wereldkampioenschap te komen. Want wat is bijvoorbeeld de leeftijd wel niet van zo'n Wijnstekers en van een Taramata en een van een Kuipert? Ze zijn allemaal achter in de 20 of hebben de 30 bereikt. En het geldt natuurlijk ook voor een doelverdediger als Van Breukelen. De opstellingen, ze zijn lang geheim gehouden. Ze werden dan vanmiddag toch zo gegeven zoals iedereen ze verwachtte. En dat betekent aan de Nederlandse kant, terwijl opperbaas Van Kalken hier het veld betreedt samen met Pep Thomas en Joop Vervoort, een scheidsrechter en een oud-scheidsrechter. De opstellingen kwamen dan vanmiddag en ze waren zoals werd verwacht. En dat wil zeggen Van Loen niet in de ploeg, maar wel hier deze Michel Valken op het middenveld. En aan de andere kant, Grün dus nog aan de kant. De man die eventueel in het spel komt wanneer die jongste verrassing uit Nederland werkelijk zou mogen meedoen. De jongste verrassing, dat is dan die Van Loen. En over Van Loen heeft men het voornamelijk gehad aan de Belgische kant. Van waar? Wel, men heeft de televisiebeelden gezien met zijn doelpunten tegen Ajax en Sparta. En men was daar zeer van onder de indruk. Maar nu, Van Loen start op de bank. En Nederland mag hopen dat hij niet echt nodig is, want dan zou het goed gaan met Nederland. Courtney, de scheidsrechter, Martin en Ty zijn zijn assistenten langs de lijn. Landen hebben zich al geplaatst voor het wereldkampioenschap. Lukt het aan Nederland met deze formatie om ook bij de 24 landen te zijn die volgend jaar in het eindtoernooi om het wereldkampioenschap voetbal zullen spelen? Van Breukelen, Wijnstekers en Van Tichelen aan de zijkanten van het veld. Van de Kuipert, Spelbos in het centrum van verdediging. Het middenveld met Rijkaard. Voorin op rechts Taramata. Gullit doorkomend vanaf het middenveld. Veelvuldig waarschijnlijk op rechts. Dan Houtman in de spits. Hij moet het doen. Nu Kieft en Van Basten toe moeten toekijken. Dan Michel Valken, de nummer 10 vanaf het middenveld. Misschien met zijn voorzetten die het hoofd van Houtman kunnen bereiken. En aan de buitenkant Rob de Wit. Dan de Belg met Jean-Marie Pfaff. Met Erik Gerets. Die toch ook nog graag een wereldkampioenschap haalt. Want het vorige wereldkampioenschap kon hij niet afmaken na een botsing met Pfaff. Hugo Broos, teruggehaald. Laatste interland in 1979. Tegenspeler van Houtman. Dan Frankie van der Elst op het middenveld op rechts. Michel de Wolf, de vervanger voor Rankin als linksachter. Verkouteren links op het middenveld. Van der Eiken als de schoonmaker op het middenveld voor zijn achterhoede. Leo van der Elst rechts op het middenveld. Want Frankie van der Elst, de nummer 4, staat er natuurlijk achter. Leo van der Elst recht op het middenveld. Dan Kleisters, de vrije verdediger bij zijn club, hier op het middenveld te vinden. Dan Philip de Smet, het zou een rommelaar moeten zijn, voorin ten opzichte van Ronald Spelbos. En de nummer 11, dat is Jan Keulemans, de aanvoerder, die net vaantjes heeft gewisseld met deze Benny Wijnstekers.
In de laatste dagen hebben alle fabrikanten hun spullen nog eens naar de trainingskampen gebracht. Want het bleek ineens dus die laatste dagen zo noodzakelijk. Een bal kan raar stuiten op een hardveld. Wat meer opportunisme zou best in het voordeel kunnen zijn van degene die dat kiest. En het is aan Nederland om aan te vallen om dat opportunisten te zoeken. De wandjes overal. De aftrap en de eerste activiteiten van met name nummer 10, De Smet. Van Tichelen. Van de Kooiput. Rijkaard, hij moet voetballen van achteruit. Achter de bal blijven en letten op Keulemans en op andere dingen. Kijk, dit is zo'n eerste geval waaruit blijkt dat het aannemen van een bal soms lastig kan zijn op een hardveld. De mannen van Brugge. En van Beiren. ...1-0 staat uit België, 1-0 in het voordeel voor België en dat moet weg. Buitenspel. Een stadion vol tegen de 55.000 mensen. Ze zijn vooral voor Oranje. Ingooi van Tichelen. Spelbos. Hij kent De Smet uit de tijd dat hij bij Brugge speelde. Daar komt De Smet ook even in beeld. Gullit. Keulemans. En dit is Leo van der Elst. Storen. Het is ook een extra opdracht bij deze terreinomstandigheden. Richting De Smet, richting Spelbos. Rijkaard. En hier René van der Rijken. Uitdagend. Ten opzichte van zijn directe tegenstander Ruud Gullit. En de Belgen kiezen toch ook voorzichtigheidshalve in die beginfase voor lange uitwappen. Van de doelverdeling. Eén geduvel in het eigen strafschopgebied. Gullit. Overtreding Gullit. Dan geldt het voor sommige spelers dat ze de laatste kans krijgen om ooit een wereldkampioenschap te halen. Voor Gullit geldt het natuurlijk niet. Maar voor Gullit geldt dan weer, wil je ooit een grote worden, dan laat je dat zien op het podium van het wereldkampioenschap en nergens anders. Dat was René van der Rijken. Ook hij heeft nog trek in het wereldkampioenschap. Ook hij heeft de leeftijd waarop je dat eigenlijk al bereikt zou kunnen hebben. Maar hij maakte het wereldkampioenschap in Spanje niet mee vanwege een blessure. Van de Kooiput. Gullit. Aangetikt Keulemans. En op dit veld krijg je daarvoor een vrije trap mee. Rijkaard, de buurtgenoot van Gullit, met deze vrije trap.
De Smet bij Spelbos en Rijkaard weer. Tahamata. En steeds dit werk tot dusver van Pfaff. Ver weg. De Smet. Eerste balcontact. Leek gevaarlijk spel. Maar dan toch ook van de middenvelder die binnenkomt lopen met het hoogste laag. Kouter. Dat is de Smet. 26. 1 goalpas. Maar hij maakte 12 goals mogelijk van zijn clubgenoot Veit die nu nog op de bank zit. Valken. Hij ging er goed hard in, Wijnstekers, maar België gooit. De Smet duwend en hij krijgt de vrije trap mee omdat hij zelf die duw opzocht. Richting Keulemans. Gerets. De Wolf. Valken. Goed, Tahamata goed door. Hens. Niet gezien. Goeie actie Nederland. Van de Kooiput. René van der Rijken. De Wolf mee, Verkouteren binnenin, Keulemans. Gullit. Niemand dichtbij. Hier gooit België. Van der Elst. En zijn naamgenoot. Van Tichelen vrije trap tegen Turu. Altijd links. Die van der Rijken. Spelbos de Smet. Valken. Richting Gullit. De Wit. Gullit. Houdt men achterin bij de tweede paal zoals altijd. Gullit zelf. Goeie actie, maar houdt dan bij de tweede paal en niemand voor hem. Hier de Stuiter. En de vrije trap in het voordeel uiteraard van Spelbos. Gullit weer. Vrije trap, voordeel Gullit. Tegen Van der Elst. De beste voorzitter heeft Valken gegeven in zijn Sparta-tijd, naar Ray Clark. Hier komt hij toch ook weer goed, maar ver weg van het doel op het hoofd van Houtman. Zo krijg je hoon van dat vele publiek, maar de reactie van de Smet over mensen op de tribunes is van mensen, natuurlijk, het zijn er veel, maar ik hoor niet wat ze zeggen en het doet me allemaal niks, ze kunnen alleen roepen. Goeie bal. De Wit. Ook dat is knap.
Goed uitgespeelde mogelijkheid. Valken en de Wit. En het loopt wat. 10e minuut. Rijkaard. Buitenspel. Ingooi toch voor Nederland, want Vereenstekens raakte de bal niet. Er is een grensrechter die vlacht. Maar dat kan natuurlijk geen buitenspel zijn geweest, want het was Keulemans die terugspeelde. Vandaar wat reactie vanaf de tribune. De Wolf. Broos. Kleister Schierets. Dan maken ze maar lastig. Wanneer die bal gaat stuiteren. Gierets komt er aardig uit. Hij krijgt bovendien een vrije trap mee omdat de Wit even te lastig is en te veel met zijn handjes werkt. Gerets. De Smet. Keulemans. Jan Keulemans. Niet doen zou je op zo'n moment willen zeggen. Hij raakt ook net te ver van het doel weg. Inderdaad, dat duimpje omhoog gold de Smet die die bal aardig aangaf. Verkouteren. En vanaf de bank komt het zijn trap ver weg. En dat was Kiek Thijs die dat gaf aan dat zijn aan Jean-Marie Pfaff. België gooit. De Smet loopt tot het eerst tegen zijn tegenstander aan. En het heeft hier tot gevolg dat België opnieuw mag ingooien. En dat ze daarbij wat seconden winnen, die Belgen, dat is op zich wel begrijpelijk natuurlijk. Kleisters met Van Tichelen. Valken. Overtreding Gerets, scoort niet, geeft de voordeelregel. Valken. Grutters, hij is in vorm. En Van Rijken geeft een trap ten opzichte van Tahamata. Juist maandagavond heeft Tahamata op de Belgische televisie nog gezegd van... Die Van Rijken, dat is iemand die durft eens een trap te geven aan iemand van de tegenpartij. En zo iemand missen wij. Wel, hier ontdekt hij dat het inderdaad Van der Rijken is die daar niet tegenop ziet. Ingooi Nederland. Rijkaard. Valken. Het was wel met de buitenkant van de schoen geprobeerd,
Maar de paas van de Kooijpunt draait niet weg. Al een kwartier. Het snelle doelpunt is er dus niet gekomen. Dan moet je daar erg rouwig om zijn. Wanneer moet het nou eigenlijk precies gebeuren? Twee doelpunten verschil, daar gaat het om. Van Tichelen, Valken. De Wit Rijkaard. Geleed. Rijkaard al afgefloten. Vanwege duwen. De Smet met een tikje van Spelbos. Ja, een deel van het publiek fluit, maar een bekend gegeven is dat een bal op een wat andere plaats een huppeltje gaat nemen wanneer het veld hard is. Op een andere plaats dan een speler in eerste instantie verwacht. Kort gedekt, ingooi Nederland. Terug via af. Ga door. Nu niet meer. Van Tichelen. Van der Els liep snel weg, daar aan die rechterkant. Van Tichelen geldt als de man die dan moet opletten. Kleisters. Goeie actie. Gullit op het verkeerde been. Frankie van der Elst. Buitenspel. Nog niet. Rozenberg. Verkouteren buitenspel opnieuw. De Smet. En de zesdaagse van Beenhakker werd mede georganiseerd. De zes dagen dat de Nederlandse ploeg in trainingskamp zat voor deze wedstrijd werd mede georganiseerd om die automatisme achterin ook te oefenen. Om dat goed door te praten met spelers van verschillende clubs. Wie geeft het zijn? Wanneer gaat men naar een buitenspelpositie? En tot dusverre loopt de val goed. Bal buiten? Nee, bal niet buiten. Hoekschop. Spelbos bij de eerste paal, voorin Rijkaard, Gullit en Houtman die in komt lopen. Valken, buitenspel voor bij de Belgen open, vandaar in de breedte. Dagbal. Er is één moment geweest waarop er een goede aanval was. Die actie, Valken, De Wit. En dit hoort erbij. Van Belgische zijde, lang wachten. Maar het is matig uittrappen. Hens.
ruim 40 meter van het doel. Tamata. Rijkaard, Gullit. Spelbos Tamata, Keulemans onderbreekt. De counter. De Smet weg. Smet vastgepakt. Vrije trap in zijn voordeel. De rol is dramatisch. Zoals die door de Smet werd uitgevoerd. Het was theater. Maar Spelbos pakte hem en hield hem tegen, anders was hij weg geweest. De scheidsrechter heeft nog niet het sein gegeven aan de mensen die over de verzorging gaan, dat ze binnen mogen komen. Het is ontzettend koud, dus je kan beter gaan staan. Maar nu komt dan toch dat sein. En dat zijn nu de seconden die over 90 minuten aardig doortellen. Thijs sinds een week een pokeraar. Toen hij maar niet te horen kreeg uit Nederland wie er nou precies zouden spelen. En in het midden ook Beb Thomas. Marathonloper en scheidsrechter. Maurice Musen heeft zijn werk gedaan, de Belgische verzorger. De Nederlandse muur is daar. Van der Eiken kan erg trefzeker zijn. En dat is een hele goede uitvoering waarbij er geen vrije trap in Nederland, in Belgisch voordeel wordt gegeven daar in dat strafschopgebied. Terwijl Van der Elst daar tegen de grond werd gedrukt. Maar ook al de controle over de bal kwijt was. Het was een heel venijnig moment. En nu de Smet. Over. Oh ja. Ze hebben nog niet gescoord, de Belgen. Tamata. Van der Eiken. Kleisters in het midden, Keulemans. En dan sta je gauw op de verkeerde been. Gullit. Tamata. Van de Kooiput, Gullit, aantikken inderdaad van achteren, goed gezien, vrije trap. Houtman weer achterin, loopt niet naar voren, blijft daar, spel was maar zo, voorin. Overtreding van de Smet, vrije trap Nederland. Tamata kan 2 meter naar de kant wanneer hij voor een verzorging in aanmerking wil komen. Dat is het advies dat hij van de scheidsrechter kreeg. Gullit.
Valken. Houtman. Rijkaard. Kon de bal niet kwijt. En als dit lukt is het mooi. Wat het geeft zelfvertrouwen. Rijkaard. Wijnstekers. Toen het niet verder ging, viel. Maar de vrije trap krijgt hij ook. Dat is ten opzichte van Verkouteren. Na het avontuur tussen Kieft en deze Verkouteren is er in ieder geval bij Feyenoord uitgebreid over gesproken. Tamata Gullit op de lijn. De eerste bal voor Pfaff. Uit een Nederlands aanval. Na 26 minuten voetbal. Rijkaard. Wijnstekers. Maar het wordt feller. Het blijft goed. Bij Gullit. Van der Els als laatste Nederland gooit in. Wijnstekers. Wijnstekers komt weer en Verkouteren krijgt last met hem. Je pakt hem aan, zo heeft Wijnstekers gezegd. En begint Verkouteren te praten. En dan wordt hij minder gevaarlijk. Het brandje is er. Of het echt gaat fikken is de vraag. Spelbos. De Wit. Niemand. België gooit of mag zelfs vanaf de grond trappen. Van Tichelen krijgt weer een vrije trap tegen. Ruw is het niet. Nederland heeft 8 vrije trappen tegen nu gekregen. Maar dat kan in zo'n half uurtje voetbal. Gerets. Valken speelt goed. De Wit. Gullit. Rijkaard. Wijnstekers. Van der Kuipert gaat mee. Nederland gooit in. Hij is Beenhakker. Houtman. Hij verliest van Broosjaar. Kleisters. Valken speelt sterk. En dan kwam daar Kleisters. Het wat normaal een goede actie was. Maar hier wordt het uitgelegd als een vrije trap tegen. Gullit. Valken. En Beenhakker staat opnieuw en geeft nu aan, Houtman bewegen, gaan. En omdat Houtman ging, wilde Tamata naar die leeggekomen ruimte. En dat werd daar geblokkeerd op deze manier. Simon Tamata, Houtman gaat voorbij en trekt een andere kant op.
En dan wordt Taramata onderweg naar die lege ruimte dus zo afgestopt. En dan zou je eigenlijk Platini moeten huren voor zo'n moment. Maar eerst gaat het er natuurlijk om Taramata weer fit te krijgen. Daar zit Monne de Wit. ...43-jarige Beenhakker, de baas van Oranje. Met Dick Advocaat als zijn assistent. En Michels op de tribune. Voor een vrije trap... ...zijn er een mannetje of vier te vinden aan de Nederlandse kant... ...waarbij Taramata de tikjes geeft. Houtman en Gullit moeten knallen en Valken er is wanneer hij in een gaatje zit. Gullit. De Wit. Van Tichelen. Niemand. De Smet. Veel meer zat er niet voor hem in. Het is de spanning die dit soort wedstrijden aardig maakt. Veel minder natuurlijk het goede voetbal. Van de Kooijput. Houtman. Spelbos. Gullit. Hens. Spelbos, aan wie kan hij de bal geven? Het is niet de man die moet pasen. Gerets. Keulemans bij Van der Kooijput. Vrije trap tegen Peter Houtman. Gebeurt er al iets op de Nederlandse bank? Gebeurt er al iets in de Nederlandse dugout? Geeft Beenhakker daar al een seintje van ik wil wat gaan doen? Of denkt hij van ik kijk de hele Nederlandse speelwijze nog even aan tot aan de rust? Hij gaat dus wat gaan halen. Het moet Van Loon zijn. Wijnstekers. Ingooi Nederland. Wat ver weg. Hij moet terug. Spelbos Valken. Houtman. Dat was de eerste winst die hij boekte, dat doorkoppen. Op Gullit die naast hem kwam. Ingooi Nederland. Ja, Hollands Glory heet ineens John Van Loon. Een maand of wat geleden had niemand daar ooit aan gedacht. Het kan hard gaan. 20 jaar oud. Spelbos. Let op de arm van Verkouteren, gezien ook door de scheidsrechter. Van de Kooijput. Antwoorden de Belgen trouwens al, na dat warmlopen. Overtreding van Spelbos weer. Ja, dat is Kruun van Anderlecht.
Nou, het is in ieder geval een aardig verhaaltje wat erbij hoort bij deze wedstrijd. Gruen en Van Loen. Van der Eiken. De Smet, hij dacht ik krijg een vrije trap mee en dat was verkeerd. Vrijkaart. Houtman. Moet ook zien wat er aan de kant gebeurt. Zou moeten doen ontvlammen. Valken, Rijkaard. De counter en hij is eerder weg dan Spelbos, de Smet. Op rechts is iemand, op links is iemand. Verkouteren. De beste mogelijkheden waren voor de Belgen tot dusver. Dit is de Smet. En daar is Frank Verkouteren. Taamata. Rijkaard, goed werk van Van Tichelen. Gullit. Vlakbij hem is Wijnstekers. Maar een speler met lef gaat zelf. Gullit, goede bal. Houtman achter. Van der Eiken. Gullit overtreden. Het is maar net hoe boos je werkelijk bent. Een ervaren speler speelt het ook eens natuurlijk. De Smet. Keulemans, dan moet de Smet terugkomen. Taamata heeft het minste last van dit veld. Nederland gooit in. Gullit. Houtman. Naast. Maar het begint er wat op te lijken. Hij kan uit stand ook goed koppen, Peter Houtman. Hij is sterk als hij omhoog komt. Nadeel is dat hij hier van zeer ver wegkomt. En dat hij altijd achterin te vinden is. En niet vaak na de eerste paal toe komt. Hoe zit het met Van Loen en hoe zit het met Gruen? Wel, ze blijven lopen, want spelers die je wilt inbrengen, laat je natuurlijk niet zomaar ineens van de koude bank opstaan. En breng je niet zomaar direct in. Valken. De muis brulde beter in het begin. Van de Kooiput. De Wit. Valken. Nu. Kleisters. Nee, dat is een slechte periode waarin we zitten.
de wolf verkouteren met wijnstekers. Nee. Die moet bij iemand de bal kunnen inleveren. En dat is niet zijn fout, zodat het niet kon. Hè. Dat is trouwens ook niet zo lekker. Van der Elst, Houtman, buitenspel de Wit. Ja, als het zo gaat, halen de Belgen zonder kommer en kwel het rustsignaal. En horen Nederlanders zich eens af te vragen hoe het straks moet. Overtreding van Ben Wijnstekers weer. Maar de voordeelregel wordt gehanteerd. Van Tichelen. De Wit. Hens. Courtney maakte even het gebaar naar de borstzak, waarin geel hoort te zitten. Maar hij trok die kaart natuurlijk niet. Van achteren duwde Broos. En daar werd Keulemans naar de grond gehaald door Rijkaard. Valken. Nederland is wat weg in deze periode. Het loopt niet en er zit geen gevaar. Kan nog wel voor rust. Dan moeten we opschieten. Keulemans. De Smet. Keulemans en Verkouteren van rechts. Ja. Het gaat toch meer in de richting van het doel. En dan is het toch goed wat die debutant daar doet, die De Smet. Hij legt ze toch regelmatig neer. Wat heet regelmatig? Wanneer hij aan de bal komt. Dat is natuurlijk ook weer niet zo gek veel. Maar hij is het dan toch goed en gevaarlijk. Broos, de Wolf, Keulemans, De Smet. Ook dat is een goede bal. Van der Elst, ja, uit balans, achter. Ja, die plotseling invallende Forst heeft toch voor een extra dimensie gezorgd aan dit duel. Het is een factor die meespeelt. Ja, duwen van Houtman. Zeer opzichtig. En zo gaat er veel kostbare tijd in het nemen van vrije trappen zitten. Nog 1 minuut, zo vraagt Pfaff ook. En het antwoord is bevestigend. Wijnstekers. Verkouteren. Voordeelregel, zegt de scheidsrechter weer. Want hij zag wel een overtreding van Wijnstekers. De Wit.
Rijkaard. Nee, fraaie prijzen worden er hier natuurlijk niet uitgedeeld. Het is zaak om even naar binnen te gaan en gesterkt terug te keren voor de tweede helft. En het belangrijkste gejuich op het ogenblik van het publiek komt uit Belgische hoek. En ze hebben gelijk met deze stand. Einde van de eerste helft. Het moet straks beter. Van Loen staat er dus en hij staat er en het ziet er naar uit dat Van de Kooiput aan de kant blijft. Of het ziet er naar uit, zo is het. En dan moeten die koffiekamers toch snel leeg. Dan willen ze alles van begin tot eind in die tweede helft nog zien. Want we kunnen beginnen aan die tweede helft. Van Loen, hij is erbij. Houtman is er ook nog, daar in de verte aan de buitenkant. En inderdaad, Van de Kooiput is weg achterin. Gullit speelt daar nu. En heeft dus alle ruimte om die lange passen naar voren te maken. Misschien hadden ze de woorden van Willem van Hanegem moeten horen. Deze Nederlandse spelers, waarvan er slechts enkele op de grond hebben gelegen in de eerste helft. Het spektakel staat open voor de tweede helft. Van Loen wint. Hier is Houtman. De Wit. Buitenspel. En waarom is die Van Loen nou zo gevaarlijk? Waarom is er ineens zo'n geweldig verhaal losgekomen? Omdat hij in de Nederlandse competitie doelpunten maakt. Het is natuurlijk enigszins merkwaardig. België wisselt op dit moment. Grün wordt er ingebracht. Kleisters gaat eruit. En dan moet de organisatie nu verder duidelijk zijn. Kleisters gaat er niet uit, het is Van der Elst die eruit gaat. Leo Van der Elst. En waarom is die Van Loen nou zo goed? Wel, hij heeft goed gespeeld met Utrecht. Hij is bovendien een man die naar de bal toe gaat. Zoals hij ook hier bewees, maar hier dan ook ver van het doel. En hij is over de grond ook iemand die naar situaties toe gaat. Hij is ongecompliceerd en is hij dat gebleven toen ineens het volle schijnsel op zijn 1,95 kwam. Geen sprekert, geen druktemaker met woorden. Vorig jaar nog niet eens goed genoeg voor een vaste plaats bij Utrecht. En nu dus. Oranje wil naar de eindronde van een wereldkampioenschap voetbal. En hij is belangrijk. Het is opvallend geweest hoeveel drukte er ook in België was rondom zijn persoon in de afgelopen week. En we kijken met zorg naar hem uit. Want men vindt hem gevaarlijk. Op basis van de tv-beelden bij Studio Sport op de zondagavond gezien. Met name in de wedstrijden tegen Ajax en vooral tegen Sparta. Want men heeft ook gezien hoe verdedigers als Andriessen en Spelbos toen volledig de kluts kwijtraken. Gullit, Van Loen en Grün. Wie is Grün? Zijn tegenstander. Rechtsachter bij Anderlecht. En bij Anderlecht geroepen om ook in het centrum te komen. Wanneer daar kopbalsterke figuren worden gevraagd. Buitenspel, zo wordt gezegd. Niet Keulemans, wel De Smet.
Rijkaard. Houtman. Nee, nu keken beide naar elkaar en beide deden niets. Want dat is natuurlijk nog de vraag, hoe gaat het nou eigenlijk wanneer er twee centrumspitsen zijn? Mensen die ook echt gewend zijn om in de punt van de aanval te spelen. En die nu naast elkaar staan. Oh, Keulemans. Keulemans! Nee. Ja, ja. En weer dat aangeven van die De Smet. Keulemans. Hij laat die bal te ver gaan. Het is naast. Achteraf kunnen de Belgen in ieder geval niet mopperen over de kansen die ze hebben gekregen. Want ze zijn er geweest. Faf. Voor de eerste keer dat hij zijn doel uit moet en eigenlijk iets moet doen. De Wolf. De Smet. Spelbos krijgt een vrije trap tegen. Ja, terecht, want hij kopte niet alleen. Hij legde ook een arm over de schouders van De Smet en die werd daardoor naar de grond gedrukt. Een bloedneus. Rijkaard, de nummer 6, komt van de Nederlandse bank af, waar Beenakker nog wat heeft verteld. Karakterteken of sterrenbeeld, de leeuw. Dus 4. Niemand die wil weten dat hij er staat. Van der Eiken. Overtreding. Duwen van Keulemans. En dat iedere keer die bal wegschieten wil bij elkaar opgeteld aardig meedoen natuurlijk. En dit is aardig. Gerets, die gewoon nog een verhaaltje heeft voor de over het algemeen timide Valken. Gullit. Alles voorin, ook Rijkaard in zo'n geval. Keulemans. Het is van Tichelen. De Wit, Tahamata. Valken. De Wit, Valken. Nou, daar komt hij. Houtman. Dat is de ideale plaats voor Michel Valken. Houtman omhoog. En er zit stemming in het stadion. De Smet. Ingooi in Nederland. Is flink geraakt toch? Philip De Smet. Kijk maar onder die neus. Ziet er nog naar uit, alsof alles nog niet gestild is. Jongen van Waregem, eigenlijk altijd daar geweest. Van Loon, Winter, Houtman, Rijkaard, Tahamata. Van Loon, Dinar Grün. Koudere rust. Ja, nou wordt het leuk. Buitenspel.
Gullit. Van Loon. Ja, er moet wel iemand bij zijn. Keulemans. Van Tichelen. Ingooi. Speelde de bal. Gerets. En daar staan de helpers alweer klaar, want het blijft bloeden. Gerets. Spelbos. Van der Rijken. Pleisters. Overtreding Valken. Van der Rijken. Prima trap. Niemand verder voor. Belgen zijn angsthazen wat dat betreft. Spelen van achteruit. Spelen op het ene kant. Valken. De Wit. Van Loon. Houtman komt. Kroos. Het is duidelijk. Er gebeurt een hoop in dat strafgebied op het moment. De Smet. Keulemans buitenspel. De aloude voetbalwet naar voren geldt hier. Gerets. De Wit vrije trap mee. Nog 35 minuten om in ieder geval één doelpunt verschil tot stand te brengen. Valken. Gerets. En wie let er op de achterdeur? De Smet. Hoekschop. Want ja, moet Van Breukelen grabbelen, dan is alles voorbij. Verkouteren, alle hoekschoppen zijn voor hem. Er zijn twee mensen van de Belgen in het strafschopgebied. Er zijn er drie voor afgeslagen ballen. Vlak daarbij. De Wolf. Valken. In de voeten van de Wolf. Kleisters. Niemand. En zoals Nederland nu speelt, zit er in ieder geval niets in van jarenlange voorbereiding op een komend wereldkampioenschap. Dit is gewoon alle hens aan dek en kijken waar je eindigt. En dat is toch verschillend met de oorspronkelijke bedoeling. Keulemans. En Van Tichelen is eigenlijk het mannetje van alles. Een rol die over het algemeen voor Willem van der Kerkhof was weggelegd. Ook daar vandaan nu de lange trappen, zo ver mogelijk weg. Kleisters verkeerd op het hoofd. Ingooi Nederland.
Falken. Spelbos Falken. Gullit vrij. Kan ook in één keer richting die kant op. Vrije trap voor de Smet al. Goed gezien wel door die scheidsrechter. Het torpederen Falken. Voorin Houtman nu. Achterin Van Loen. De bedoeling was dus Dreumes daar maten erachter. Buitenspel. Falken. Van Tichelen. Nee, veel te kort. Bal buiten, ingooi Nederland. Falken Gullit. Rijkaard. Houtman niet. Nee. Het afhouden van de man. Van Loen. Niet buitenspel. Wijnstekers. En de Wolf ook. Afhouden. Vrije trap Nederland. Nog geluk dat die scheidsrechter dat zo ziet. En niet een beoordelingsfout van Spelbos. Wijnstekers. Van Loen komt. Nee, doet niks. Falken. De Wit. Gerrit. De Wit. Houtman. Hij zit erin. Hij zit erin. Hij zit erin. Hang. 1-0 Nederland. 15e minuut. Als dat het draaiboek is, is het prima. Want het is een heel belangrijk moment waarop Gerrit hier is. Perfecte bal voor iemand die lekker klimt en dan komt hij uit stand goed. Peter Houtman. 1-0. Ja hoor, alles kansloos erachter. Houtman toch. Maar daar het gelukje voor Van Breukelen. Niets aan de hand, spel gaat verder. Taamata. Van Tichelen. Houtman. Van Loen. Nou, kan niet uithalen zo ineens. Van Verbeje, je bent nergens. Vrije trap overigens in het voordeel van de Belgische keeper. Die toch raar stond te springen met de Wit en Houtman. En zo is voetbal weer leuk. Als alle berekening weg is. En je gewoon strijdliederen gaat zingen. Gullit, vrije trap, Nederlands voordeel. Dat gebeurde er voor het doel van Pfaff. En daardoor zinkt Nederland op dit moment. Houtman. Ondertussen, Houtman weer, Van Loen. Oh, Van Loen, dat is gevaarlijk spel. Vrije trap tegen, Grün geraakt.
Zoals de zaak er nu voor staat, gaan we in ieder geval verlengen. Maar prettiger is wanneer de zaak gewoon binnen de normale speeltijd het Nederlands voordeel kan worden afgemaakt. Want zoals de kopjes naar beneden gingen, hangend, aan het einde van de eerste helft, zo recht overeind staat alles nu. En de vraag is nu of de Belgen ook persoonlijkheden hebben op het moment dat het even tegen zit. De kansen om te scoren hebben de Belgen gehad, dus hebben ze niet gepakt. Met de Smet, dat gaat naast. Keulemans. Gerets gooit het verste. En dat moet nu, want er moet gevaar komen in het strafschopgebied. Ook voor België. Keulemans daar, van de bal gedrukt. Nieuwe ingooi. Een halve corner. Erik Gerets. Wel een speler met persoonlijkheid, maar heeft Keulemans dat ook op dit moment? Liever niet. Voor de Nederlandse leeuw. Hoekschop. Vaste rolverdeling, Valken daar achterin bij de paal. Wijnstekers bij de eerste paal. En we zijn de Belgen. Verkouteren. Voor de hoekschop. Ja, oh, Van Breukelen, wat een redding. Wat valt hij daar in die kopbal van Pleisters. Prima. Verkouteren. En dit doet hij ook goed. En mocht er al aan getwijfeld worden in het Nederlands elftal, zat hij tot dusver in niets geven. Gullit. Houtman. Gullit met Keulemans. Oh, overtreding, voordeel Nederland. Balbezit bleef. Van Loen. En Grün haalt weg. De Wit, ja, dat is eigenlijk verkeerd ingooien. Valken. Van Loen. Rijkaard. Houtman. En waarom blijft Van Loen liggen? Hard klimt alweer. Kouteren en Van Tichelen. Er gaat geen balletje breed meer, alles gaat gewoon in de lengte. De Wolf, bal buiten, Nederland gooit. Langs de zijlijn loopt Beenhakker en zit Guy Thijs. Grün. Valken. Gerets. Met Valken. Dan haal je de lef vandaan met een klop erop. Vrije trapjes terecht. Valken. Krom naar de Wit. Dat is een braak.
Gullit. Goed af. Rijkaard krijgt een steentje, denk ik. Nee. Pak houdt die bal wel vast. De spel ligt niet dood. Nu. En hier nog aan de andere kant die momenten van Breukelen net. Die voortreffelijke redding op deze koppel van Kleisters. Gaat gelijk mee in de richting waar het gebeurt. Gullit. Zo raakt de Pfaff geblesseerd. Door Van Loen en toen door Rijkaard. Pfaff, ooit zei u tegen de Nederlandse sterke voetballers, met name Cruijff. En nu staat hij zelf aan de top. Maar gaat hij of gaat Van Breukelen? Kleisters. Valken. Spelbos. Van Loen met Bruun. Tamata duwend. Vrije trap is terecht. Ja, die Belgen moeten nu ook van twee kanten. Gullit, De Wit, te ver weg. Trap niet dus. Nou, dat hij net gebaseerd is gedaan. De Wolf. De Smet met Spelbos. Verkouteren De Smet. Nou, hij is geen slechte voetballer natuurlijk, die De Smet. Hij blijft gevaarlijke dingen rondstrooien. Van Waardigem. Waardigem dat als nog in de Europa Cup zit. Voor de derde ronde. Houtman. Rijkaard er nu ook bij. Valken. Gullit. Gullit. Niemand achter hem om de bal in ontvangst te nemen. Geen assist. Nu komt Wijnstekers. Hoe? De Wit. Ja. Op 27e minuut, tweede helft. Toch Gullit, omdat hij gewoon zelf het succes haalt. Wat een goede voetballer verdient. Van Rijken, Lief, Pfaff en Gerrit zijn kansloos. Op de lijn helpt die hensbal niet meer. Bal rolt door, doelpunt. 2-0. Wat kan dat bolletje daar rollen? De Wit. Ooit. Scoorde hij, zo'n belangrijke goal. Boedapest, Hongarije. En nu
Rotterdam. 2-0, 27e minuut, tweede helft. Tja, dan heeft het toch gewerkt aan alle kanten tot dusver. Maar nou moet de doos dicht achterin. Nou moet het wel dicht daarachter bij Oranje. Gullit. Nou, wat is dat toch wonderlijk. Stuur een invaller in het veld in. Die heeft de bal eigenlijk nog nauwelijks geraakt. En de Kerkhoff, Koeman, die lopen er allemaal. Siloy. En we krijgen de wissel straks. Wat kan het raar lopen? Je brengt Van Loon, die doet niet eens echt mee, maar je ziet de onzekerheid komen. En je ziet andere Nederlandse aanvallers groeien. Dit is Feit. Feit, clubgenoot van de Smet. Goed voor 12 doelpunten dit seizoen. Het aangeven vooral van de Smet. Maar ondertussen, misschien een derde, voor alle zekerheid. Voorin Keulemans. Oh, Spelbos! En weer Van Breuken. Als er iemand ook een klein bloemetje verdient, als het goed afloopt, dan is het Van Breuken. En als het goed afloopt, dan is er een Belg die met het hoofd naar beneden naar de tunnel moet. Dat is Keulemans. Want die heeft de beste mogelijkheden gehad tot dusver. Keulemans, Feit. Keulemans. Het is wel verzoeken. Want ze brengen hem steeds in stelling. De Smet. Nee, weer Van Breuken. Hoekschop. Hans Van Breuken. Op een topsportman. Die Van Breukelen. Met nog een kwartiertje. Adem inhouden. Van Breukelen. Geen Reds. Keulemans. Verder niemand. Naast, doeltrap. Sonny Siloy. Voor Simon Tahamata. De verdediger. Wat doe je zo? Haal je de zorgen naar je toe met een verdediger voor een aanvaller? Zal altijd een vraag zijn. Het is maar net hoe het afloopt. Gaat het fout, dan zeg je dat had je nooit moeten doen. Gaat het goed, dan is het verhaal dus anders. Van Loon. Overtreding. Pijnlijke gezicht deed wonderen. Voorlopig staat Nederland bij die 21 andere landen. Wijnstekers. Van Loon, Houtman. Niemand. De Wolf, Keulemans. Met Van Tichelen. Duwen. Vrije trap Nederland. Vrije trap België. Eerste actie, Siloy. Eerste vrije trap tegen. Zo komt hij terug. Gerets. Gerets, ondanks alles, toch bal kwijt door al die hindernissen onderweg. Van der Rijken, Verkouteren, Gerets. Nog 13 minuten. Ja, en als de zenuwen nu op binnengieren, bij slechts een kwalificatie wel. Dat moet er dan allemaal niet in een finale gebeuren. Iets van de oude glorie is aan de einde.
wanneer Nederland zich althans weer plaatst. Grün. Van der Eiken, de Wolf, Keulemans weer vrij. Ja. Daar zit geen vuist bij. Dat komt goed uit vanavond. Eén tegen één, daar bij de Belg ook achterin. Moet. Ze moeten alle risico nemen. Kleisters. Spelbos, Wijnstekers, Pantoffel eronder. De Wolf, Keulemans komt. Veit en Van Breukelen. Houtman, Van Loon. Gerrit Vrij. De Michel Valke speelt hem toch ook een prima partij. Hij is even weggezakt in de slotfase van die eerste helft. In de tweede helft is hij toch weer flink gegroeid. Verkouter. En weer de stevige aanpak. Waardoor Wijnstekers nu weer een vrije trap tegen krijgt. Misschien is het nog goed even aan het verhaal trouwens te herinneren van het begin van de wedstrijd. Pak hem stevig aan en je ziet hem niet meer. Waar was eigenlijk Verkouter in dit duel te dussen? Vrije trap werd op de verkeerde plaats genomen, vandaar dat het nu overgaat. De Wolf, Van der Eiken, Grün. Nog 10 minuten. Ja, Van der Eiken, nu speelt hij wel voorin. De Belgen kunnen zich afvragen of ze dat misschien in de eerste wedstrijd niet hadden moeten doen. Toen in Brussel. Houtman. Van Loon verder voorin. Oh. Ja, hij scoort het eerste doelpunt. En dat is toch belangrijk. Gerrit. Kleisters. Als er al een regel is die zegt dat coaches moeten blijven zitten, dan overtreedt Beenhakker dat in dit duel doorlopend. Gullit. Kleisters. Grün. De Wolf. Niemand buitenspel. Gullit blijft achter. Want nu klopt er natuurlijk niets van de organisatie om buitenspel te zitten. Daarvoor zijn er te veel wisselingen geweest. Er komt een ingooi van Erik Gerrits. Keulemans staat buiten spel. Er wordt niet gevlagd, nog gefloten. Verkouter. Keulemans, weer die Van Breukelen hoor. Weer die Van Breukelen.
Wat houdt die in de race? Gerrits. Keulemans. Ingooi. Daar is Gerrits niet. Het is wat dichterbij dus nu. De Wolf. Wordt gevlacht en gefloten. Het spel. Kom eruit, verlaat het strafschopgebied. Klok kijken en zien dat er nog 7 minuten te spelen zijn. Vrije trap uiteraard. Goed van Rijkaard. Niet buitenspel. Van Loen. Faf in zijn uppie. En de rest in de buurt van Nederlands strafschopgebied. Van der Eiken. Wat gaat dat makkelijk, dat aannemen daar. Van der Eiken. Gerrits. Er komt veel te veel druk. Er is een doelpunt en het is weg. Het is gedaan. Jongen, jongen, jongen. Daar ligt alles. Bruun. Ja hoor. Alles kapot. Door feit. Ja, het kwam te dichtbij. En dan heb je je hele verhaal. Alles gaat over Van Loen. En dan komt daar die Kruun, het tegenwapen. En die knalt je weg. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Dag reis, dag tickets. Of komt er nog iets uit Van Loen? Je ziet het aankomen. Het komt te dichtbij. Het komt allemaal naar je toe. Het blijft niet weg. ...2-1. En bij een gelijke stand in doelcijfers telt het uitgemaakte doelpunt dubbel. En dat is hier op dit moment aan de orde. Rijkaard. Rijkaard. Niet. Geen strafschop. Hoekschop. Het gaat om Nederlands 3e doelpunt. Dat verschaft weer uitzicht op een entreebewijs voor het wereldkampioenschap voetbal. Valken. Eerste paal van Loen. De Wit. Geen hensbal. Doorgaan. Aangeschoten als het al hens is. Let op Verkouter aan die kant. Misschien staat het klokje wat stil bij de scheidsrechter. Anders moet het binnen 4 minuten. Spelbos. Van der Eiken. Keulemans. Buitenspel. Spelbos. Gullit nu naar voren. Keulemans. Keulemans. Siloy de Wit. Keulemans. Overtreding Siloy. Een vrije trap kost tijd, want die bal is weg. Het is dan toch dat tegendoelpunt.
wat in vele verhalen aan de Belgen werd toegeschreven, dat ze dat zouden maken, hoe en wanneer dan ook. En dat doet je dan toch de das om. En die Thijs, je hoort het hem zeggen. Dat we de nul hebben gehouden in de thuiswedstrijd was belangrijker dan dat we geprobeerd hebben om geforceerd een tweede doelpunt te maken. En Nederland, het begint weer overnieuw als het zo blijft. Of ben ik niet te zwartgallig op dit moment? Kijk, dit kost weer een seconde. Rijvers begon aan het karwei en hij kon het niet afmaken. Michels was een tussenpaus. Met toezicht van bovenaf toen Beenhakker verder ging. En de bluff, de lef, heeft Nederland op het randje van het wereldkampioenschap gebracht. Maar hier kieperen we over het randje. Niet de beste cijfers voor het Nederlands voetbal in de 44e minuut, die 2-1. Vooral niet als je nog zo talmt daarbij het nemen van een doeltrap. De Smet. Een goede debutant. Ere wie ere toekomt. En ook Thijs, ooit speelde hij zelf twee keer tegen Nederland. Het is lang geleden. Er waren wedstrijden waarin Piet van der Kuil debuteerde voor Nederland. En de tweede wedstrijd was toen Fruizen debuteerde voor Nederland. Uit die tijd stammen de activiteiten van Thijs zelf als voetballer. Zijn vader was ook international. En hij gaat nu weer met de Belgische ploeg naar Mexico. Mits. De laatste minuut van Nederland. Van Loen, Gullit, Van der Rijken, Valken. De heren staan niet buitenspel. Grün haalt weg en er werd geduwd. En dat kost zoveel tijd en dat is zo pijnlijk. Dat doet ze hier. Geen winnaar. Maar er wordt tot 10 geteld zelfs. De eerste helft rustig. De tweede helft vol spektakel. Maar het resultaat is voor de Belgen. Inpakken zeggen ze. Mooi touwtje omheen. En we zijn op reis. Dat zeggen de Belgen. De Nederlanders zijn weg. Heel drie voor zichzelf praat. Houtman. En Beenhakker vooral in zijn eentje weg daar in die catacomben. Weg van iedereen. Geen feest. Het feest is voor deze heren in het wit. En dan het... Gierets en Grün. Hangen voor België. De treffer is daar. Het doelpunt... Wat de Belgen nodig hadden, dat hebben ze gepakt. Dat hebben ze binnen. Ze hebben het wereldkampioenschap weer gehaald. Nederland ontbreekt voor de tweede achtereenvolgende maal. Er gaan weer 4 jaar voorbij voordat de nieuwe kans zich aandient. Jean-Marie Pfaff.
Hartelijk gefeliciteerd. Het kost ons als Nederlanders moeite, dat begrijp je. Maar het is verdiend, hè? Ik vind dat, dat het verdiend is dat we vandaag... We hebben wel verloren, maar op die twee wedstrijden gezien hebben wij toch het spel gemaakt. In eerste tijd hebben we de chance gehad. En ze hebben natuurlijk eigenlijk een beetje een geluksgoal gemaakt, zal ik zeggen. Die centers blijven hangen met de wind. Dan komen allemaal roeie koppen. En die tweede, ja? Ja, dat was een center, ik weet niet, van Gullit, geloof ik. En die komt op een van onze verdedigers zijn voet. En die sloot over me en ik kan niet meer doen dan aan de bal wegboksen. En dat gebeurt dat. Maar ik denk dat we laten zien hebben dat we ook een achterstand kunnen ophalen. En dat wij dan moeten hebben van een speler van voor de goal te smijten. Ik denk toch altijd dat Nederland een mens nodig heeft die terug het voetbal erin brengt. Die speelvreugde in de ploeg brengt. Zo. Nu, de mensen hebben nu geroepen omdat een grote voetballer ervoor komt. Dat kan een grote voetballer worden. Maar in feite is toch Nederland zo niet gekend in heel de wereld niet. Geloofde jij er nog in toen het 2-0 was voor Nederland? Ah, we moesten maar één goal maken. We hebben voor de wedstrijd gezegd, we maken een goal. En 2-1 was voor ons genoeg, dus wij gaan naar Mexico. Eerlijk, hè? Ik vind dat we dat verdiend hebben. Wij zijn toch een ploeg die ons zeggen, over 2 jaar die zware tegenslag gaat hebben. En we hebben toch met die spelers, met de jonge spelers, gedaan wat we konden natuurlijk. En nu zijn onze bepaalde spelers zijn er terug. Dus ik geloof dat we terug op de weg zijn voor de wereldtop te bereiken. Ga maar lekker een feestje vieren, het is je gegund. Dankjewel, alsjeblieft. Wat je alles denk ik op een rijtje kunt zetten, dat is te begrijpen. Ja, zeg het maar. Waar is het fout gegaan? Ja, dat zal altijd de vraag blijven. Je moet het toespitsen op 2 wedstrijden. En we hebben altijd in onze gedachten, althans zijn we erop uit geweest om de allerbelangrijkste goal van ons leven te maken. En die moest in Brussel vallen. En ik ben nu niet bezig om de Zwarte Piet naar iemand toe te schuiven. Maar...